Wat dus het leuke is, wat ik vandaag ga doen, dat is uitproberen hoe het is om op een pop van een halve schaal te werken. En daarvoor heb ik een hele mooie net binnengekregen uit Italië. Het lijkt plastic, maar door mijn eerste reactie was van nou, dat gaat nooit werken. Maar het is een foam, dus je kunt erin knijpen en je kunt er ook in prikken met een speld. En het mooie is dat je kunt hem zo gebruiken, je kunt er dus ook een broek op moleren. Vanwege het feit dat er een stang zit door één been. Hij is redelijk stabiel. En het mooie is dat er ook een hoes omheen kan, waardoor er meteen aan beide kanten een arm zit. Dat geeft ontzettend veel mogelijkheden. Ik ben nu al enthousiast, maar ik ga het nu uitproberen. Ik heb het dus eigenlijk heel globaal nu vastgezet op de middenvoor. Ik heb er een middenvoor mee gepakt. En ook aan de achterkant. Dus dat kan ik nu gaan. Nou, ik heb even heel snel 10 minuten dit in elkaar gezet om te kijken of het wat is. Het is zeker wat. Ik moest het iets meer tailleren nog dan ik het had gedaan zo met even ruwweg een paar spelden erin. Maar eigenlijk was dat alles en ik kan me voorstellen, ja, dat is dus vanwege de kleinere schaal, dat dat ietsje lastiger gaat met spelden. Maar als je eenmaal zo'n pas hebt, dan kun je echt alle kanten.